Wat de mensen van Hollandse Kamp hier zijn komen aantreffen, is dat er gronden zonder hun toestemming zijn uitgegeven aan derden. Ze vragen voor gesprekken met de overheid en ze willen graag weten hoe die man eigenlijk aan hun beschikking is gekomen. Dat is waarvoor ze hier zijn. Dus vorig jaar, rond november, is men gestart met het openstoten van een weg. Er was een andere aannemer die belast was met werkzaamheden om de weg open te stoten. En het is de mensen in de kostgrondjes hoorden die machines, dus er is paniek. Men is omgekloppen bij het bestuur van onze gronden zijn in gevaar. We zijn gekomen en de aannemer aangegeven dat hij moet stoppen. En we hebben de DC, de districtsecretaris, in kennis gesteld. De DC was niet in Suriname. De plaatsvervanger hebben we in kennis gesteld. En we hebben gestopt. We hebben de mannen gestopt met de bedoeling dat de mensen de opdracht hier voor zich komen aanmelden. Maar dat is niet gebeurd vanaf november. Er is daarna geen actie ondernomen. En 3 weken geleden vond de stichting die heeft gekregen hier dat ze gaan openstoten. Toen zijn we weer gekomen om ze stop te zetten, dat 3 keren toe, om hun aan te geven dat we de DC al in kennis hebben gesteld, dat ze zich daar moeten aanmelden en dan gaan we praten. Toch, we willen meer duidelijkheid in wat er in onze gebied is. Want die ene meldt zich aan nu en straks is er een ander die zich aanmeldt. En als we de kaart zo bekijken, dan zijn onze gronden in gevaar. De plek waar we gaan jagen in gevaar. De plek waar we gaan vissen in gevaar. In aanloop naar de grondenrechten moesten alle dorpen markeren. Toch? En wij hebben dat ook gedaan. Je ziet dat die markatiekaart hier van Hollandse Kamp en Witzand. Witzand in Hollandse Kamp. En wij zijn, kijk, het vliegveld. En wij zitten hier, Hollandse Kamp. Zwemgelegenheid hier. En hier is de weg. En dit is onze. Hier hebben we gedemarkeerd. Is waar we. Wanneer het is aangenomen, wie er al is, met die mensen gaan we dan praten. Gaan we onderhandelen. Maar dit is onze demarcatiekaart. Alles wat groen is. Alles wat groen is. Ivor, ik wil. Neem maar. Kijk hier. We bevinden ons hier. Hier is de Otmar Mendezoenstraat. Kijk, hier. Hier heeft er een stichting gekregen. En als we deze stichting dan toelaten, komt er een andere stichting openstoten. 3 hectare ook misschien. En ze zitten in onze grondgebied. In onze liefgebied. Of in onze gronden. Kostgrondjes. Dan komt er die andere en die andere. En ziet het zelf. Is uitgegeven. Ichago, jong. Ik heb zo beschikken voor jou. Hier is hij. Is die beschikking van die meneer die hier heeft gehad. Alles is al verkaveld, dus nu komt men gewoon uitvoeren. Jongeren van Hollandse Kamp zijn de toekomst. Als u ons gronden afpakt, waar moeten mama en papa planten en jagen om ons te verzorgen? Wanneer wij volwassen zijn, waar moeten we planten en bouwen? Wij vragen u belief, blijf af van onze lief- en woongebieden. Dank u. Om verder te gaan, sinds 2012 is hetzelfde met ons gebeurd in ons woongebied. Waarbij de luchthaven gewoon het gebied in beschikking kreeg. Ons woongebied waar onze huizen zijn. En natuurlijk vanaf 2012 daarna liever in grote onzekerheid.
Eerst ons woongebied in gevaar, nu ons liefgebied in gevaar uitgegeven. Hoe verder? Wat is zekerheid voor ons? En de wetgronde rechten bleef maar uitbleven. Het bleef maar een verkiezingsverkiezing. Er zijn regeringen gekomen. Kijk, als ze iets hadden gedaan, dan zou dit, die hot issue, grondrechten, reeds aangenomen zijn. Dus het is hetzelfde dat ze beloven. Dus bijna kan ik zeggen, politieke wil is niet aanwezig om de wet grondrechten te behandelen of aan te nemen. Met deze actie willen we Suriname laten zien dat grondrechten zeer belangrijk is. Niet voor de verkiezing of er wordt steeds beloofd dat ja, wacht die telk zo aan ding en weer de tijd verstreekt weer en dat steeds blijven wachten. En laat de gemeenschap zien hoe men omgaat met de eerste bewoners van dit land. We hebben iedereen opgevangen, vredelievend volk, maar onze rechten zijn niet. We zijn niet beschermd, onze rechten zijn niet bij wet erkend. Laat men dat doen, toch? De staat is daar twee keer toe gevonnis. De Samaka vonnis is daar, de Kalinja en Lokona vonnis is daar. Ze voeren het maar niet uit. Wanneer wat kan moro? Wanneer die politie en moro? Wat het af heeft in dorpo? In dorpo wat het af heeft. Wat denk je dat ik verkiezen de cross bij Iba? En dat grondrechter, oh, de one issue baka to take you sting. Dus you ook to. Dat tapi houden. Mekaar alle de captain voor alle dorpo. U de alert. Toch? U opo meka overheid shitaki. U net tek dis moro ta gro egi uit na in uno gebiede. Toch? Meka overheid go onderzoek pedegi na buitenstanders voor de trek die ze inbakken. Kost gewoon eens van die mensen. Het is vlak hier. Dus links en rechts. Ja. Dit is links. Hier, deze kant. Oh, dit is die weg waarin we hier staan. Ja, ja. Jullie dorp, hebben jullie het eens uitgemeten en... We hebben het gedaan, Mark. Er is een kant hier. Mijn sabitak in Wamaron dorp, die snap op ze. Maar onnulik in je usafu tomsi. Maar asafu dat koba, we oppokken op, we takken nu. Kan nga press nga VP. We roep de dat op. VP, Yepuno. President, Yuna, Pafu Akondre. Yepuno. U din gevaar. U ingilet din gevaar. Strijd! Van DC deja, DC Sapafu Kuruni. A tri in contact nga een collega. Aki operator antakam stop. Dus de moest stop. De moest stop. A machine must quit. What the machine must quit.